Juice-kanalen zijn sinds ongeveer een jaar heel populair op social media. Yvonne Coldewijer, de vrouw achter Juice-kanaal Life of Yvonne, stond gisteren tegenover Rachel Hazes in de rechtbank. Coldewijer beschuldigt Hazes ervan dat zij een zeer persoonlijke brief van de hand van haar zoon en gericht aan zijn toenmalige vriendin en haar ouders zou hebben gelekt aan Coldewijer. En daarom wil Hazes een rectificatie. Dit is niet de enige ruzie die op deze manier wordt uitgevochten. Zo zat de Juice-vlogger vorig jaar ook al tegenover zangeres Samantha Steenwijk. Linda Duits vergelijkt dit soort kanalen met de klassieke roddelbladen. Er is een soort constante stroom op zo'n kanaal van mogelijke roddels, waarbij er eigenlijk nauwelijks nagedacht wordt over de klassieke journalistieke waarden. Je hebt aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting en je hebt aan de andere kant het recht op privéleven. En dat zijn allebei heel belangrijke grondrechten, het vrijheid van meningsuiting. En dat recht strekt heel ver, maar het is niet onbegrensd. Juice-kanalen krijgen laagdrempelig tips binnen en verspreiden dat op ieder moment van de dag. Anders dan bijvoorbeeld weekbladen. Die constante surveillance wordt eigenlijk uitgevoerd door iedereen. Maar dat kan ook de medewerker van een ziekenhuis zijn of van een vliegtuigmaatschappij. Of sterker nog, dat dit allemaal heel anoniem gebeurt, één van je beste vrienden. En dat is echt wel weer een nieuwe stap eigenlijk in die omgang tussen sterren en de media. Het publiek vraagt uitdrukkelijk om manieren om kritische tegengeluiden te kunnen doen. En Juice Channels geven dat publiek een stem dat anders niet wordt gehoord. Moet je als BN'er wel naar de rechter toestappen? Want nu besteed je er zelf weer meer aandacht aan. Ja, dat is natuurlijk de hele grote vraag. Wil je de hele tijd dat alles weer opgerakeld wordt? Terwijl je ook zou kunnen zeggen, oké, ik laat het gaan en dan is een andere BN'er weer even de lul. Dan hebben ze het daar weer een tijdje over. En dat van mij, dat verdwijnt dan wel weer. Ja. Maar toch gebeurt het. Toch wordt er naar de rechter toegestapt. Nou ja, omdat het dus zo belangrijk is, zeker in deze fase van die Juice-kanalen, om te zien wat er wel en niet mag in Nederland. Je kan het ook een beetje zien als een soort van proefprocessen, dat deze processen gevoerd worden. Dat het naar de rechter komt is inderdaad een teken dat andere oplossingen niet gelukt zijn. Dus in die zin is het aan de ene kant te betreuren, maar aan de andere kant, misschien krijgen we uit de groeiende rechtspraak hierover meer duidelijkheid over waar de juridische grenzen te vinden zijn ten opzichte van de ethische grenzen die daar vooraf aan gaan. Op 23 januari doet de rechter uitspraak in deze zaak. Op het moment dat Coldewijer nu wint, dat is een belangrijke winst voor haar en ook voor andere Juice-kanalen. Die zullen zich dan meer gepermitteerd voelen om de dingen te blijven doen die zij doen. Op het moment dat zij verliest, dan hebben de BN'ers en de celebrities denk ik weer een stukje van hun privacy herwonnen. En dat betekent dat ik met volle overtuiging achter mijn Juice zal blijven staan.